vandaag verslaggever. Ik ben Tess en ik ben vandaag cameravrouw. Onze klas kan heel goed debatteren. Hier zit een groepje en ik ga Hanna nu een paar vragen stellen. Hanna, wat is debatteren eigenlijk? Debatteren is dat je met twee partijen die allebei ideeën hebben, discussieert over een bepaald onderwerp. Oké, en hoe ga je dat aanpakken? Nou, wij hebben hier een stelling en de ene partij is voor en de andere partij is tegen. En we hebben allebei vragen bedacht, ideeën bedacht. En die bespreken we dan. David, waar gaat de stelling van vandaag over? Er moeten minder auto's in de stad komen. En ben jij voor de voor- of de tegenpartij? Ik ben voor, want ja, ik vind dat het milieu wel belangrijk is. Ja, maar ik vind dat mensen die moeten ook, ook kunnen rijden met de auto. Dus bijvoorbeeld misschien wonen ze in Tilburg, maar moeten ze werken in Amsterdam. Ik ben voor, want wij zullen dan zorgen dat dat er bussen komen voor volwassenen en kinderen die dan of naar school of naar hun werk kunnen. Dat ze, als ze bijvoorbeeld ergens anders wonen, dat ze dan met de bus daar naartoe kunnen. Ja, maar dat is toch een beetje gek, want mensen die dan in een stad wonen, veel mensen die in een stad wonen, moeten naar allemaal andere plaatsen. Ga je dan voor al die mensen apart een bus regelen, dan is het toch net zo goed vervuiling voor het milieu. Maar één bus waar 30 mensen in kunnen is beter dan 30 aparte auto's. En het is zeg maar hetzelfde als schoolbussen, alleen dan voor mensen die naar hun werk gaan. Dat vind ik niet, want er zijn ook een heleboel mensen. De ene moet naar dat kantoor, de andere naar dat kantoor. Dus dan kunnen ze niet allemaal met dezelfde bus. Dus zouden er nog een heleboel verschillende bussen moeten gaan. En dan zit niet in elke bus 30 mensen. Nou, je hebt gezien dat onze klas heel goed kan debatteren. Misschien is een van deze 6 kinderen later de nieuwe Balkenende of Femke Halsema. Dit is de muziekkast van onze school. Hier liggen alle instrumenten die worden gebruikt bij, bij de muziekles. Zoals dit hier. Een soort rasp is dat. En wil jij weten hoe goed Onno piano kan spelen? Kijk dan op www.basta.at5.nl. Dit is onze muziekkast en hier liggen alle instrumenten die worden gebruikt bij de muziekles. Zoals deze, dat is een soort rasp. En dit is Onno, hij kan heel goed piano spelen en hij zit ook op les. Jullie willen vast wel weten wat dit voor kastje is. Nou, dit is ons EHBO-kastje. Hier zitten alle verband en zalfjes in. En als iemand is gevallen of hij heeft iets, dan wordt hij hier verbonden of verzorgd. Dit is onze koelkast. Hier zit de melk en eten. Zit hierin verborgen. En dat eten is voor de juffen als ze gaan lunchen. Zo ziet een pakje melk eruit. Het is schoolmelk en daar moet je voor betalen. En sommige kinderen op school die nemen dit elke dag. Nou, dit is het ICT-lokaal. Hier worden alle computerlessen gegeven. En dit is Maarten, hij geeft de computerlessen. En Maarten, vind je het leuk om alle computerlessen te geven? Ik vind het heel erg leuk om computerles te geven. Ik geef lessen groep 7 en 6 en 8. En ze leren hier van alles over de computer. Hoe die in elkaar zit en MS Office pakket, dat soort dingen. Dit is onze boom. Hij is al heel oud en heel veel kinderen vinden hem heel interessant. Hij is misschien nog wel ouder dan onze school en hij is heel groot. Dit was Rondje School, tot Basta!